En minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, die komt Soedan niet binnen waarschijnlijk, of misschien vanwege fitna. En is hij nu van plan om de ontwikkelingshulp voor dat land stop te zetten? De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders. De Nederlandse regering heeft gezegd, we willen opheldering erover. Er is een visum aangevraagd, op de een of andere manier is dat niet verleend. De minister kon niet weg, is serieus genoeg. Maar op het moment dat vervolgens deze zaak aan de orde is en nog niet duidelijk is waar het precies aan ligt, worden mij door 3 fracties, de PVV, de VVD en mevrouw Verdonk, gezegd, nou, dan weet ik wel wat u nu al moet doen. Namelijk de ontwikkelingssamenwerking aan de mensen in Darfur intrekken. En niet als er een akkefietje is met Soedan, wat ik serieus neem. Het is, gelijk dan, zeggen, is het niet meer dan een akkefietje? Nee. Is het een akkefietje als de minister van Defensie geen visum krijgt om daar naartoe te gaan, terwijl wij veel steun aan het land geven? Dat wordt in het land niet begrepen. Dat betwijfel ik. Ik denk dat veel mensen heel goed begrijpen dat wij de mensen in Darfur proberen te redden en ook in Zuid-Soedan. Ja, wij werken. Maar nu, dit is maar de helft van de vraag. Ja, de hele vraag was, als wij zoveel geld geven aan het land, hoe komt het dan dat de president van het land blijkbaar geen visum wil verstrekken aan een belangrijke minister? Nou, ten eerste moet dat nog bewezen worden. Dus laten we niet op de feiten vooruitlopen. Meneer Van Middelkoop heeft al gezegd, nou, ik hoef geen excuses. Nee, op voorhand. Nee. Ik ben blij dat er nu een debat gevoerd wordt over ontwikkeling. Nou, die blijheid straalt er niet vanaf in uw bijdrage. Ja. Dat je wil je draagvlak hebben voor de steun van ontwikkelingssamenwerking aan allerlei landen. Dat het wel prettig is als die mensen ook een beetje aardig reageren op het feit dat je steunt. Ja, ben ik en als ze dat niet doen, ja, dat je dan zegt, nou ja, we geven toch een aardige zin. Jawel, dat is nee, toch maar een heel normale reactie tuurlijk van de burgers. Maar die heb ik ook. Wat dacht u? Dacht u dat ik het leuk vond? U reageerde op die stellingname vrij geïrriteerd. Ja, maar dat was een stellingname, sorry, vanaf een boot waar allerlei mensen zaten te eten. Morgen is het 3 jaar geleden dat Anton Heijboer is overleden. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met jullie, wat dat betreft? Fantastisch. Ja? Ja, heel erg goed. Wat bedoel je met heel erg goed? We hebben in de jaren met Anton zoveel kracht opgebouwd dat we waren zelf stom verbaasd hoe goed het ging. Ja, dat is natuurlijk een enorm gat ook. Maar wij zijn met z'n vieren die eenheid al vanaf 1960. Maria en Lottie zijn al vanaf 1965 bij elkaar. Joke en ik zijn in 74 en 75 erbij gekomen. Dus wij zijn een familie. Het schilderij wat zijn vrouwen samen vormen, wat hij gecreëerd heeft, achter hij hoger dan de schilderijen die hij in al die 40 jaar... Dus jullie waren tezamen eigenlijk zijn belangrijkste werk? Juist. Ja. Hij was eigenlijk meer een dier. Zoals je in de wildernis hebt. Ja. Een krokodil? Nou, in de jungle die zijn wat ze zijn. Ze gaan niet sociaal netjes met elkaar om. Ze zijn overleven. Gewoon zo. Ja. En je zou zeggen, Anton was een krokodil. In zijn ogen dus iets heel ergs. Wat je zelf bijvoorbeeld dan op dat moment niet in de gaten had. En dan, dat was dan zo erg, dan moest je maar weggaan. Ja. Limbisch brein? Limbisch brein, Lottie weet dat. Die primitieve hersens, daar leefde hij eigenlijk uit. De rest, dat vond hij maar onzin. Kijk, hij was een heel bijzonder mens. Dat vind je echt niet nog een keer. Ik vond het altijd fijn om hem bij hem te staan. En als hij aan het werk was. En zeggen van, god, maar dat vind ik mooi. Ja, dit vind ik mooi om te maken. Terwijl het helemaal niet verkocht werd. Dat heeft hij eindeloos dingen gewoon omdat ik het mooi vond. Hij is door jou gaan schilderen? Hij is door mij gaan schilderen, ja. Ja, dat is, als ik bij Anton was, dan is dat niet ongezellig een kopje thee te drinken. Want dat had voor hem ook weinig zin. Dus er hing altijd iets van erotiek in de lucht. Ja, eigenlijk al die tientallen jaren dat jullie met hem hebben geleefd, erotiek in de lucht in Ilpendam? In Den Hulst, ja. Ja, maar er gingen ook tijden voorbij dat er helemaal niks in de lucht hing. Ja, hij ging niet zeg maar een nummertje maken, want dan kon hij 3 dagen niet werken. Dat was zonde. 3 dagen niet? Nee, want dan zat het allemaal, had hij dat weg. Dan had hij alle energie in de liefde gegooid. Ja, dan had hij dat verspeeld. Ja, ja. En dan moest hij weer wachten tot dat weer opgebouwd was. En dan kon hij daar aan, want hij werkte uit zijn ballen dus eigenlijk. Ja. Dirk Nicolaas is nu 64 jaar, zit al een aantal jaren gevangen. Dus eerst kreeg hij levenslang. En uiteindelijk heeft hij nu de doodstraf gekregen. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk. Als je bij iemand op bezoek gaat die volledig geïsoleerd zit van de buitenwereld, dan gaat het op dat moment eigenlijk altijd wel iets beter natuurlijk. Het is geen dag dat hij niet aan die doodstraf denkt. Nee. Geen minuut dat hij niet aan die doodstraf denkt. Want in het filmpje wordt gezegd dat hij opgepakt is in de grootste ecstasyfabriek, zeg maar, die ooit is ontmanteld. Die draaide nog niet, hè? Er is geen pil gevonden. Nee. Er is echt geen pil gevonden. Er zijn ook geen middelen gevonden waarmee die pillen uiteindelijk gemaakt konden worden. Dus is er eigenlijk
Ja, omdat hij zware geldzorgen had en geld nodig had, is hij eigenlijk op een beetje een knullige manier erin gerold. Heeft hij aangeboden om iemand te helpen met wat chemische proefjes. Voor een periode van ongeveer 2 maanden is hij een paar keer per week verhoord door de Indonesische politie. En daar was in een groot deel van die gevallen geen tolk bij aanwezig. Sterker nog, de politie heeft op een bepaald moment gebruik gemaakt van een van de medeverdachten, zelfs een van de hoofdmedeverdachten, om maar even te tolken. Ze kunnen nog wel een herzieningsverzoek indienen en dat is dus ongelooflijk belangrijk. Maar de regering hoeft niet te wachten met het vaststellen van een executie. Wie moet dat... Nederland is absoluut tegen de doodstraf, doet altijd de demarches als het nodig is, protesteert bij andere regeringen. Nou, als je de doodstraf dan zo'n prioriteit vindt van je mensenrechtenbeleid, dan moet je uiteindelijk ook bereid zijn om daar de kosten van te dragen. Dat moet toch op te brengen te zijn.